En hier zijn we! Ja, we moeten hem gaan battelen, joh! Team Galactic Boss Cyrus, daar gaan we! Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl video. En we zijn hier in de Team Galactic Hideout. En ik heb net een speciale sleutel hiervoor gevonden. Dus ik kan hier ook gewoon lekker door. En volgens mij is dit een super, super grote omgeving. Dus we gaan ons best doen om de geheimen van Team Galactic te ontrafelen. En om ze lekker, ja, een beetje op de bakkers te slaan, wil ik niet zeggen. Maar wel om ze gewoon even, ja, gewoon een lesje te leren, zeg maar. Dus als je dat wil zien, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En zet het belletje aan. En dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd vandaag naar wie jullie het vetste kwaadaardige team vinden in Pokémon games. Is dat Team Galactic? Of is dat Team Rocket? Of is dat Team, hoe heette die ook alweer? Team Skull? Of nou ja, noem het maar op. Welke vinden jullie het vetst? Ik vind het heel moeilijk om daaruit te kiezen. Ik heb altijd gezegd dat ik Team Galactic op zich wel tof vind. Team Rocket vind ik ook wel leuk. En ik hoop dat ik niet volledig de weg kwijt ben nu. Volgens mij niet. Volgens mij ben ik hier nog niet geweest. Nee, dat klopt. Want ik moet hier inderdaad vechten tegen Team Galactic Choppies. En nou ben ik heel benieuwd wat ze hier allemaal doen. En of wij de legendarische Pokémon weer vrij kunnen laten. Met je Stunky. Hij heeft een bilmond. Zie je het? De mond van Stunky lijkt op een paarse bil. Wacht even. Tot hij in beeld komt. Kijk, zie je het? Hij heeft niet echt een mond. Hij heeft gewoon zo'n afscheiding. Zo. Oké, sorry. Ja, dat zie ik dan weer. Ik kan er niks aan doen. Sorry, Stunky. Oh, en je overleeft het gewoon. Lekker gedaan, zou ik zeggen. Maar ja, de tweede overleeft hij niet. Hij heeft wel Aftermath, waarmee hij mij nog een beetje dwars zit eigenlijk. Maar ook Stunky is weg. Ja, we zijn gewoon veel te sterk. Mijn Pokémon zijn gewoon te goed, joh. Te hoog level. Ik heb ze gewoon te goed getraind. Oh, nu kunnen we deze deur ook openmaken. Want we hebben dus die sleutel gevonden. En hier zie ik, ja, hier zie ik Pokéballetje. Dazzling Gleam. Dit zijn wel even lekkere TM's allemaal, zeg. Dus even kijken, hoor. Dazzling Gleam. Waar ben je? Die kan ik alleen aan niemand leren. Sludge Bomb kan ik wel leren. Aan Jaws en aan Gerrit. Blizzard kan ik ook leren aan Donald, Gerrit en Blade. Alleen Avalanche dan weer niet. Dat vind ik jammer. Laat ik Sludge Bomb even aan Jaws leren dan. Doe maar in plaats van Vine Whip. Want Vine Whip is toch niet zo heel sterk. Lekker. Oké. Nu kunnen we weer door. Maar hier kunnen we dus niet verder. Als jij me nou even vertelt waar ik naartoe moet. Oh, met Bronzor. Ja, dat is minder. Bronzor zijn irritant. Omdat ze Ghost-type Pokémon zijn, is dit wel super effective. Oh! Oké, Simba. Goed gedaan. Blijkbaar zijn Bronzors voor Simba helemaal niet zo irritant. En dan ga ik eindelijk weer een keertje onze grote vriend Gerrit gebruiken tegen Stunky. Ja, Gerrit heb ik nog amper gebruikt, omdat hij nog geen grondmoves kende. Nu kent hij wel zijn Earth Power en die is super sterk. En daarmee gaat die Stunky sowieso in één keer slopen. Dus daar ben ik blij mee. Ja, eindelijk kent hij een goede Ground-type move. En dat is vooral waarvoor ik hem in mijn team heb. Jaws gaat nu ook naar level 40. Dus dat gaat ook lekker. En dan gaan we door. Gaan we deze kant op. En waar moet ik nou naartoe, joh? Ik denk dat ik dan toch deze portal moet hebben, of niet? En dan hier naar beneden? Nee, hier ben ik al geweest. Zie, ik ben nu alweer helemaal verdwaald. Moet ik dan terug met die portal en hier naar beneden? Dat moet haast wel, want voor de rest kan ik hier niet echt een kant op. Nou, dan heb ik deze portal weer. Misschien moet ik helemaal terug naar de beginportal en in plaats van de linkerportal nu de rechter pakken. Dus dat is hier en dan nu deze. Want dat heb ik volgens mij nog niet geprobeerd. Oké, ik kom nu in de kelder terecht. Heb ik weer een TM gevonden. Maar het is niet dat ik hier heel veel verder kan of zo. Oh, maar kijk. Daar is wel een groene portal. Hoe kom ik daar? Kijk, hieronder zie je ook. Zie je? Daar zie je een groene portal. Die moet ik hebben. Oh, maar volgens mij kon ik hier ook nog wel ergens naartoe. Nee, niet. Want hier kom ik ook weer vandaan. Waar is die groene portal? Kan ik niet gewoon nu door de voordeur naar binnen bij hun grote hideout ding? Of is hier niet een of andere deur open? Nee. Oké, we gaan in ieder geval bij hun hoofdgebouw naar binnen. Ja! Zie je wel? De groene portal is gewoon hier. Maar kan ik die portal nou niet gebruiken? Is dit alleen de portal voor de terugweg of zo? Oh, ik voel me belazerd. Ik ging helemaal op zoek naar die groene portal. Oh, maar ik kan hier ook naar binnen. Ja, ik moest dus eerst de pas daar halen, vinden. En dan kon ik hier naar binnen met de Galactic Key. Aha, oké. Lekker, nu zijn we in een ander gedeelte van het gebouw. En daar staan ze ook weer op mij te wachten, hoor. Even Golbatje in zijn mond snoeren. Nou, die Luxray die gaat wel lekker de laatste tijd, zeg. Man. Moet er nog een Golbat zijn mondje snoeren. Ook geen probleem. Hier staat nog een trainerin op mij te wachten. Ook weer met Golbatjes. Ja, jongens, dit is gewoon gratis XP. Het is gewoon een gratis XP-feestje vandaag. Lijkt Pokémon Go wel, joh. Hoppakee. Dan nog een Silcoon. Daar roep ik even Abu voor. Ik heb eigenlijk alleen maar Luxray en Infernape nodig in deze Team Galactic Hideouts, volgens mij. Daarmee kan ik echt letterlijk alles counteren, voor mijn gevoel. Oké, let's go. Ja, hier zijn we overduidelijk nog niet geweest. Is dit de kantine, jongens? Oh, jij bent lekker tv aan het kijken.
Ah, potverdorie. Jij hebt ook Pokémon. Ik dacht, misschien heb jij ook nog een itempie van mij. Of vind je het fijn dat ik je kom helpen? Maar nee hoor, jij werkt echt voor Team Galactic. Hap. Hoppakee. Eén bijtje en Kadabra is er ook weer vandoor. Nou, veel plezier met de tv-uitzending. Ik ga even door. Ik ben heel benieuwd waar ik uitkom als ik deze poort oppak. Die brengt me hier bij een bed en dat is chill. Want hier kan ik waarschijnlijk wel even gewoon lekker slapen. Gewoon midden in de Team Galactic hideout. Even lekker een tukkie doen. Niks aan de hand. Lekker dit. Oh, hier gaan we een duo battle doen, denk ik. Ja hoor, en dit vrouwtje zegt, hey, jij bent beroemd hier bij Team Galactic. En als wij jou verslaan, dan krijgen wij een promotie. 5 Pokémon hebben ze maar liefst. Dat is best wel veel. Stunky en Krogunk, daar beginnen ze mee. Ik begin met Simba en Jaws. Dat is niet de allerbeste matchup voor mij dan. Ik ga Jaws er maar gelijk even uithalen, want die kan eigenlijk helemaal niks betekenen tegen deze twee. En Donald krijgt weer even de kans. Simba gaat sparken op Stunky en Stunky is dan weg, dus dat is helemaal mooi. En Krogunk gaat even mij een Poison Jappie geven. Ja, die wou die eigenlijk op Carnivine doen, hè? Ja, ik heb je wel door. Nou, de andere Krogunk die is ook verslagen door Simba. En dan hoop ik dat deze Krogunk wordt verslagen door Donald. Ja, oké, dat is ook geen probleempie. Ja, dan kun je 5 Pokémon hebben, maar zo gaat het toch wel lekker snel. Donald gaat naar level 45 en wil Wonder Room leren. Dat weet ik niet zo goed wat het is. Daarmee swap ik mijn defense en mijn special defense voor 5 beurten. Maar zoals je ziet, dat ligt zo dicht bij elkaar. Daar heb ik helemaal niks aan. Dus dat is een beetje zonde. Dat gaan we niet doen. Ja, nou moet die arme Glammeow, dat pusher, moet het gaan opnemen tegen 2 van mijn Pokémon die veel hogere levels zijn. Ik heb wel een beetje medelijden met die Glammeow. Nou, helaas jongens. Geen promotie voor jullie. Oh, oh, je hebt nog een Pokémon. Oh, ik liep op de zaken vooruit. Jullie hadden gewoon nog een Stunky. Met de nadruk op hadden, want... Oh, dit gaat toch veel te makkelijk. Zouden die trainers even hoger levels moeten maken hier, joh? Ik bedoel, we hebben net tegen Pokémon van level 40 gevochten bij een gymleader. Dan mogen deze Pokémon toch wel wat sterker zijn. Zou je zeggen. In ieder geval, ik zie hier 3 warp dingetjes... Ik weet niet welke ik moet nemen, dus ik pak er maar gewoon één op goed geluk. Ik ga hier wel een trappetje omhoog, dus ik heb wel goede hoop dat we nu de goede kant op gaan. Ja! Kijk, hier moeten we zijn. Wacht even. Dan gaan we eerst terug om even te kijken of we misschien nog een itempie kunnen pakken of zo, als we een van die andere portals pakken. Kijk, want hier komen we in een soort van voorraadruimte. En hier ligt inderdaad nog een pokebal. En dat is een elixir. En waar leidt het eerste paneeltje dan naartoe? Volgens mij helemaal nergens naartoe, tenzij hier nog wat ligt. Nee. Oké, jongens, let's go. We hebben de sleutel hiervan. Oh, ja? Hebben we de goede sleutel? We hebben de goede sleutel. En daar is die, hoor. Daar is die. De baas. Hij zegt, jij moet die trainer zijn waarvan ik van alles heb gehoord. Jij staat op tegen Team Galactic. Ik had niet verwacht dat een kind dat zou zijn. Want mijn commanders die hebben het nogal moeilijk met jou gehad, vriend. Ik weet waarom je hier bent. Ik kan het voelen in je. Het gaat om Uxie, Miss Spirit en Azelf. Je wil ze redden. En de baas zegt, ik heb ze niet langer nodig. Ik ben klaar met ze. Als je hard voelt dat je ze wil redden, doe het. Het kan me niet schelen. Het is eigenlijk alleen maar beter, want daarvoor hoef ik ze niet uit de weg te ruimen. Maar ik moet wel zeggen, jij bent wel een opmerkelijk gastie. Deze Pokémon hebben niks met jou te maken, toch? En toch wil je ze nog redden omdat je het zielig vindt. Iets zielig vinden, dat is een nutteloze emotie. Onlogisch en niet rationeel. Medelijden en compassie, dat zijn zwakke dingen van de mens. Ik zorg ervoor dat het je zal spijten. En hier zijn we. Ja, we moeten hem gaan battelen, joh. Team Galactic Boss Cyrus. Daar gaan we. En die begint met Murkrow. En kijk hem staan, jongen. Handjes rustig op zijn rug. Gooit rustig zo die Pokémon. Ja, Pokémon boeien hem ook gewoon niet. Hij gebruikt zijn Pokémon. Hij heeft geen eens liefde voor zijn Pokémon. En toch moeten we hem gaan battelen. Level 40 Murkrow is geen enkel probleem, denk ik, voor een Spark van Simba. Simba hebben we goed getraind. Murkrow is in één keer weg. En het kan Cyrus waarschijnlijk niet eens schelen. Die gooit gewoon zijn volgende Pokémon. En die denkt, boeiend. Slechte, zwakke Pokémon. De volgende die heeft is een Golbat. En ook deze Golbat is geen probleem. Ik vind het gewoon wel een beetje zielig voor deze Pokémon. Om Cyrus als trainer te hebben. Dan heb je het niet getroffen, hoor. Golbat overleeft wel mijn eerste klap. Maar hij is wel geparalyzed. Maar hij gebruikt toch Poison Fang. Helemaal prima. Golbat is ook down met de tweede move. En dan heeft hij volgens mij nog maar 1 Pokémon over. Toch Cyrus? Terwijl Blade naar level 44 gaat ook. En zijn laatste is een Sneasel. Ik had wel de eindevoluties eigenlijk verwacht al. Maar misschien komt dat later dan. Waarom heb je geen Crobat? En waarom heb je geen Weevil? Ik bedoel, jij bent toch de baas van Team Galactic? Jij bent toch de allersterkste trainer van Team Galactic? Waarom hebben wij dan zo weinig moeite met jou? Waarom ben jij niet iets sterker? Waarom maak jij mij niet iets moeilijker? Waarom kan ik met deze ene Flamewheel jouw Sneasel slopen en het gewoon al klaar laten zijn met jou? Cyrus,
Ik had hoge verwachtingen van jou. En die maak je niet waar. We hebben hem verslagen. De baas van Team Galactic. Hij zegt, interessant, interessant. Je bent inderdaad best wel sterk. En de basis van jouw kracht is compassie naar jouw Pokémon. Zonde, zonde, zonde. Stomme emoties. Het is een illusie en deze illusie zal ook voorbij gaan. Daarom voel ik geen enkele emotie meer. Maar dat maakt niet uit. Ik verwacht niet dat jij mij ooit zal begrijpen. Hij vindt het wel prijzenswaardig dat wij sterk zijn. En dat we durfden om hier alleen naartoe te komen. En daarom krijgen wij wel een masterbal van Cyrus. Deze masterbal zal iedere Pokémon vangen. En hij zegt, ja, ik vang de Pokémon niet voor hun kracht, maar ik maak de kracht van de Pokémon mijn eigen kracht. Hij is helemaal geflipt. Hij is helemaal geflipt. Wij kunnen de Pokémon van de meren kunnen wij redden als wij het volgende paneel gaan pakken. Dus dat gaan we doen. Let's go. Uxie, Azelf en Mayspirit, ik kom jullie redden, jongens. Ik ben er. Eindelijk! Hebben jullie die hier opgesloten in deze dingen? Nee, nee, dit zijn andere Pokémon. Wat? Dit is niet best, jongen. Oh, oh, let's go. Ja, hier zijn ze! Jongens, ik kom jullie redden. Kijk dan. Oh, man. Die moeten eruit, jongen. Dit is niet oké. Saturn! Die zegt, kwam je hier alleen maar om de Pokémon te redden? Saturn zegt, ja, dat is niks nieuws. Maar ik kan ook niet echt zeggen dat ik onze baas begrijp. Waarom zou die een kind zoals jij hier gewoon naar beneden laten komen en zijn gang laten gaan? Wij, Team Galactic, pakken gewoon alles wat we nodig hebben. En maken degene af die we niet nodig hebben. Maar oké, je hebt de moeite genomen om hier te komen. Ik heet je welkom. En we moeten vechten tegen Saturn. Oké, let's go Saturn. Ik heb net je baas verslagen. Hè? Ik weet niet of je dat weet. Of je dat beseft. Met je mooie Kadabra. Laat mij gewoon Uxie, Mayspirit en mezelf even redden. Je had ook gewoon weg kunnen lopen. Hoppakee. Bijt hem. Hij heeft wel net Reflect gedaan. Waardoor hij iets beter beschermd is. Eigenlijk alle Pokémon van Saturn zijn nu beter beschermd. Maar we slopen Kadabra wel. Dan Bronzor. Ja, die is waarschijnlijk best wel lastig down te krijgen nu. Nu die beschermd is door Reflect van Kadabra. Kijk, net hadden we hem in één keer. Hè? En nu moet hem echt gewoon 4 keer raken of zo. En ik wist gewoon dat Saturn Confuse Ray zou gaan doen. Jouw tactiek is doorzichtig, joh. Maar het is goed als je het zo wil spelen. Ik speel het spelletje mee. Ik ga gewoon jou proberen te bijten. En het lukt gewoon. Hoppakee. Reflect is straks weg. Confuse Ray is straks weg. En dan hebben we geen enkel probleem. Meer Saturn met je extra sensory die geen damage doet. Hoppakee, ik ben niet meer confused. Lekker man. Beetje bijten. Bronzor weg. En je hebt nog maar 1 Pokémon, Saturn. Ik ga deze 3 Pokémon bevrijden. En dan moet ik nu tegen Toxicroak. Ik had verwacht dat Toxicroak sneller zou zijn, maar dat is niet zo. En dat is mooi. Want Zen Headbutt maakt hem in 1 keer kapot. En Saturn, je hebt ook helemaal niks te vertellen. 2 Pokémon nog even snel. Lekker een leveltje omhoog. Jaws, die wil nu Crunch leren. Dat is nice. Dat is een verbeterde versie van Bite. Dus Bite gaat weg. En ga eens even lekker uit de weg, jongen. Wegwezen. Hij zegt, ah, wat maakt jou zo sterk? Nou, doe maar wat je wil met deze 3 Pokémon. Druk maar op het knopje op de machine om ze vrij te laten. Inderdaad, dat is precies wat ik ga doen. We gaan hier op dit knopje drukken. Jullie zijn weer vrij, jongens. Snel! Kijk, lekker. Ze teleporten gewoon weg. En Saturn zegt, onze baas heeft een rode ketting gemaakt van de kristallen die hij van deze 3 Pokémon heeft gestolen. En die rode ketting is wat we nodig hebben om iets wakker te maken op Mount Coronet. Dat is alles wat ik weet. Meer weet ik niet. Doe maar zo geheimzinnig. Dus we moeten nu naar Mount Coronet. Ik wil eigenlijk dit ook allemaal kapot maken. Ik weet niet. Dit gaat niet, maar het ziet er niet goed uit. Oké, doei Team Galactic. Dag. Bedankt voor al deze informatie. En voordat ik deze Pokémon weer mocht vrijlaten. En nu dan. Waar gaan we nu naartoe? Ja, waarschijnlijk naar Mount Coronet. Kijk maar, dit is inderdaad waar het vlaggetje staat. Dus daar moeten we naartoe. Naar de Spare Pillar. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. Dan gaan we kijken wat Team Galactic nou echt in zijn schild voert. Doe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan, want dan mis je geen enkele video. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!